Het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting heeft van 5 tot 8 augustus een training voor werkers in de basisthuiszorg georganiseerd. De training was bedoeld om de groep handvaten aan te reiken voor het opstellen van een nationale standaard voor de thuiszorg. De trainers waren afkomstig uit Turkije. Deze training is erop toegespitst dat de mensen nu de handvatten hebben gehad om een curriculum te schrijven. Eerste voortvloeisel van deze training, deze vierdaagse training, is dat we komen tot het hebben van een thuiszorgcurriculum. Het belangrijkste binnen zo'n curriculum is dat we weten wat willen wij bieden aan onze senioren. Hoe willen we daaraan invulling geven? En voordat je dus met een curriculum begint te werken aan een curriculum, zijn er diverse modules. En voor elke module moet je dus onderzoek gaan doen. En daartoe zijn alle actoren heel belangrijk. We hebben gemerkt dat eigenlijk even een vraag stellen over een bepaald onderwerp niet even een antwoord is. Je moet goed gaan nadenken, strategisch gaan nadenken en gaan formuleren. Want uiteindelijk wat je schrijft en dan ook gaat doseren, wordt opgenomen door eigenlijk de docenten, de leerlingen. En dat gaan ze dus dan ook overbrengen aan onze seniorenburgers. We weten allemaal, voordat je denkt, zijn we allemaal seniorenburger. Dus we moeten ons nu echt sterk maken om dat gedeelte eigenlijk goed te gaan omschrijven. We willen ook zoveel als mogelijk mensen thuis blijven houden. Het naar de opvang brengen en daar de seniorenburgers die jaren en dag hebben gewerkt voor land en volle, willen we niet meer zomaar in een tehuis wegzetten, maar het liefst thuis houden. En we zijn nu daartoe in staat om middels deze training, die handvatten die we hebben gehad, om alvast te beginnen met een draaf. Zo ook doet het ministerie van Volksgezondheid mee. We hebben ook een NGO, met name Tana, dat hier ook vertegenwoordigd is. En natuurlijk een delegatie uit Guyana. En het besluit dat we hebben genomen is naar aanleiding van deze workshop dat we intensief er naartoe gaan werken om een thuiszorgcurriculum te hebben. Omdat zij dat in Guyana ook niet hebben. Dus we staan dan op één niveau. We gaan elkaar aanvullen, zodat we in onze eigen landen natuurlijk een curriculum kunnen hebben. De samenwerking tussen de twee landen is er natuurlijk ook wel al lang. Nu wordt er meer vorm gegeven aan natuurlijk diverse werkgebieden. En bij deze training hebben wij hun uitgenodigd om ons ook erover te gaan nadenken over hun thuiszorg in Guyana. En het meer te maken in het kader van COMSEC, waarbij Suriname dus een relatie heeft met Turkije. En je natuurlijk projecten kunt indienen voor grens. En dit is natuurlijk een van de trainingen. We noemen het institutionele versterking, welke goedgekeurd is, welke met succes hebben afgerond. Aan deze training hebben participanten van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, het ministerie van Volksgezondheid, Stichting TANA en 5 personen uit Guyana deelgenomen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken, BISA, heeft een eerste aanzet gegeven om te komen tot een betere samenwerking met de media op weg naar de verkiezingen van 2020. Het departement streeft naar een open en structurele communicatie met de media en politieke partijen. Journalisten mochten discussiëren over 5 stellingen over de invloed van de media op de burgerij. Directeur Putridevi Ambatsumarto gaf aan dat verkiezingen organiseren een belangrijk fundament is. We willen een open communicatie, een structurele communicatie met politieke partijen hebben en ook met de media om de informatie die wij hebben naar de gemeenschap toe, naar de media toe, te verbeteren en ook waar we nu staan en waar we naartoe gaan. En voor wat betreft de verkiezingen zullen we natuurlijk als verkiezingsorganisatie mee moeten gaan met de digitale communicatietechnologieën door meer gebruik te maken van de promotietools die er zijn. En meer nog om de bewoners in het binnenland eigenlijk ook te bereiken. Minister Mike Nushalim zegt dat de media een fundamentele rol vervult in het verkiezingsvoorlichtingsproces. De verkiezingen zijn een mechanisme om
de politieke participatie van de gehele kiesgerechtigde bevolking te bewerkstelligen. Daarnaast gaan de verkiezingen voor een groot deel over beleidsprogramma's die partijen en kandidaten uitdragen. Dat zijn naast levenswaardige doelen, want het stemmen bij verkiezingen is een aspect van volwaardig burgerschap, van het volwaardig functioneren van individuen als leden van een samenleving. Het is om die reden dat ook van eminent belang. Het is om die reden dat ook van eminent belang om zoveel mogelijk kiezers naar het stembureau te krijgen. Daarbij dienen kiezers en niet-kiezers heldere, begrijpelijke, betrouwbare en inhoudelijke informatie te krijgen over het verkiezingsproces en de verkiezingen op zich. De media vervult in dat verkiezingsvoorlichtingsproces een fundamentele rol. Daarnaast begrijp ik verschillende onderzoekingen dat bij elke moderne verkiezingen online betrokkenheid en social media steeds belangrijker en invloedrijker zijn geworden. Journalist Carla Boetius zegt dat de media een heel belangrijk aspect is binnen de samenleving. Wij hebben de rol om, zoals ook het thema zegt, om te staan tussen de overheid en de samenleving. Maar vaak wordt er gebruik en misbruik gemaakt van de media. En daar moet er ook gelet op worden. Vooral als we richting de verkiezingen gaan, dan worden de politieke partijen zeer actief en worden de beste vrienden met de media om in dat geval soms misbruik te maken van de media. En dan moet er ook, dus daar kijken we richting de medewerkers om daar vooral alert op te zijn. Laat er geen misbruik van jou gemaakt worden. Jij hebt de taak om de samenleving te informeren over alles dat goed en slecht gaat. Maar wanneer het bij politieke partijen een beetje misgaat, nou dan vinden ze het niet zo leuk dat het nieuws gebracht wordt zoals het is. Want dat is dus de kunst, het nieuws brengen zoals het is. Niet in favor van deze of gene partij, maar zoals het is. Het ministerie van Sport en Jeugdzaken is belast met het scheppen van optimale ontplooiingsmogelijkheden ten behoeve van de jeugd. In het kader hiervan staat het ministerie klaar om de jongeren verschillende activiteiten aan te bieden in deze vakantieperiode, zoals werkgelegenheid, zwemmen, bedrijfsexcursies, uitwisselingen, vakantiecentra en een afsluitingsmanifestatie. De onderdirecteur Jeugdcentra vertelt meer hierover. We zitten nu in de voorbereiding van zinvolle vrijtijdsbesteding inderdaad. Vandaag 6 en 7 augustus hebben wij de registraties voor het deelproject vakantiewerkgelegenheid. En het gaat hartstikke goed, de kinderen die komen massaal erop af. De registratietijden waren uitgezet van 1 tot 4 uur. En we hebben op de locaties gemerkt dat de jongeren er al vanaf 6 uur, 7 uur waren. Dus dat gaat heel goed. We hebben vakantiezwemmen, we hebben vakantiecentra, we hebben vakantieuitwisseling, we hebben vakantiemanifestatie aan het einde. Daar sluiten we het geheel mee af. En natuurlijk vakantiewerkgelegenheid. Hou onze Facebookpage in de gaten, hou de media in de gaten, want het is nu al gebroadcast. Iedereen weet al op welke dagen je waarvoor op welke locaties moet zijn. En hou de media gewoon in de gaten, maar vooral onze Facebookpage. Voor het project, het deelproject vakantiewerkgelegenheid, hebben we vooralsnog 15 jongeren die wij kunnen accommoderen.
Ik wil hierbij ook graag een extra oproep doen aan het bedrijfsleven, omdat wij heel erg afhankelijk van het bedrijfsleven zijn. Wij willen niet maar 1500 jongeren registreren, we willen veel meer registreren. Maar we hebben de hulp nodig van het bedrijfsleven. Hoe meer vakantiejobbers of hoe meer plekken wij krijgen bij de bedrijven, hoe meer vakantiejobbers wij kunnen accommoderen, hoe meer kinderen natuurlijk aan het einde van de rit zijn geholpen aan een vakantiejob. Als ik alleen al vandaag bekijk, en we zijn nu op de locatie aan de Fred Derbystraat, we zijn al over onze daglimiet heen. Ik verwacht een nog grotere opkomst. Dat wil zeggen, dat wil maar één ding betekenen, en dat is dat de jongeren echt gewoon een vakantiejob willen. Ze willen hun tijd, hun vrije tijd willen ze zinvol besteden. Ze willen iets extra bijverdienen. Ze willen meedoen aan het bedrijfsleven, aan de bedrijfsprocessen. Ze willen ervaring opdoen. En daar moeten wij gewoon achter staan en daar in bijdragen. Een oproep naar de samenleving. Nou, ik heb een oproep gedaan naar het bedrijfsleven om in te komen met bepaalde plekken voor de vakantiejobbers. Een oproep naar de samenleving, ouders. Vakantiewerkgelegenheid is maar één deelproject. Het is maar één onderdeel en het bestaat uit meerdere onderdelen. Werk er zelf aan, draag er zelf ook aan bij aan dat uw kinderen hun vrije tijd zinvol besteden. We zijn geen oppascentrale, we zijn er niet zodat u uw kinderen ergens kunt neerzetten en komt het maar ophalen wanneer het werk voorbij is. We gaan echt met uw kinderen aan de slag. De jongeren krijgen workshops, de jongeren krijgen heel veel recreatieve activiteiten, ook sportactiviteiten. Draag er ook bij aan. Breng de jongeren, laten ze genieten, laten ze hun vrije tijd zinvol besteden. En jongeren, kom er massaal op af. Zit niet achter die telefoon, zit niet continu achter de tv, maar probeer ook gewoon te socializen. Kom gezellig meedoen. Zorg ervoor dat jij je vakantie zinvol en educatief, maar ook veilig en plezierig besteedt. Het thema van dit jaar is milieu. Laat je informeren over hoe jij verantwoordelijk kan omgaan met jouw milieu middels trainingen, workshops, culturele en creatieve vorming. Blijf de media en de Facebookpagina van het ministerie van Sport en Jeugdzaken volgen voor de registratieperiode, locaties en de vereisten van de verschillende activiteiten. In het kader van de Internationale Dag van de Jeugd op 12 augustus heeft het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting in samenwerking met de UNICEF en Ik Ben een driedaagse kinderworkshop georganiseerd in de Paramaribo Zoo. Wat we beogen is 1. Het Integraal Kinderbeschermingsnetwerk bekendheid aan te geven. 2. Dit keer hebben we gekozen voor Stichting Ruma's in verband met hun 10-jarig bestaan. Ze zijn al 10 jaar bezig onze jongens die even ontspoord zijn geraakt weer onttrek te krijgen. En dat is natuurlijk prijzenswaardig. Dus de volgende keer als jullie ons zien bij een ander evenement, kan dat ook weer een andere organisatie zijn. We beginnen natuurlijk klein. We zijn ook in augustus waarbij men vaak genoeg denkt van het is al vakantieperiode. Dan nog vinden we dat met onze activiteit we kinderen ook voorbereiden op de vakantie. Zoals is aangegeven om voorzichtig te zijn. Ze krijgen een hele sheet van ons mee met een aantal regels waaraan ze zich moeten houden. En dan weten we zeker dat de kinderen van ons veilig blijven. Want dat is ons goal. Veilig en beschermd blijven. Iedereen heeft zijn sterke en zwakte. Wat wij zien is dat we de sterke kanten altijd putten uit kinderen door dit soort activiteiten te organiseren. En natuurlijk moeten we het curriculum een beetje gaan aanpassen en gaan upgraden, omdat de grote wereld ook naar meer vraagt. En ik weet dat onze docenten dat kunnen, maar dat moet natuurlijk opgenomen worden binnen het curriculum. Want buiten het curriculum mag je niet al te vaak uitweiden, omdat je dan tijdgebrek hebt. Het is niet dat het niet kan en dat niet mogen. Ze willen dat wel, maar het moet worden opgenomen binnen het curriculum. Dus op elke level zijn we dus natuurlijk bezig om te gaan upgraden. Binnen sociale zaken zijn we ook bezig aan het upgraden voor de begeleiding. Want
manier waarop we begeleiding toen hebben gegeven, doen we dat niet meer. We doen het ook integraal, dat je op één plek alle begeleiding kunt krijgen, alle doorverwijzingen kunt krijgen. Zo gaan we bijvoorbeeld 21 augustus de launch hebben van het doorverwijssysteem en case management. Dat wordt ook groot, waarbij de mensen ook getraind gaan worden, want alles begint bij trainen. Je moet getraind worden om dat specifiek vak te doen of dat gedeelte te doen van het werk, zodat het een vloeiend geheel kan gaan vormen. Ik ben staat voor het Integraal Kinderbeschermingsnetwerk van Suriname. Het netwerk is ingesteld door ministerie, door de First Lady, ondersteund door Sociale Zaken en Justitie, omdat zij het nodig achten dat alle ministeries die met de kinderen in contact komen, eigenlijk een aparte zorg gaan dragen voor kinderen die bescherming nodig hebben in Suriname. Aan deze activiteit hebben leerlingen van zowel GLO als VOJ-scholen geparticipeerd. Het thema voor dit jaar is Transforming Education.